Grote Kerk is het middelpunt van de stad Vlaardingen. Hij staat op de plek waar al bijna 1300 jaar geleden Vlaardingers kwamen luisteren naar het woord van God. Als deze kerk kon praten, wat zou die dan veel te vertellen hebben? Nou is dit gebouw niet eens zo heel erg oud. Door de eeuwen heen zijn zijn voorgangers afgebroken, overstroomd, verbrand en verbouwd. Dus dit is niet de kerk die hier altijd gestaan heeft. Maar waar is dan die eerste kerk? Het enige wat we weten is dat bisschop Willibrord zo omstreeks het jaar 725 een kerkje en een paar stukken land heeft gekregen van een priester. Dat kerkje, denken geleerden, zou hier in Vlaardingen hebben gestaan. Ongeveer op deze plek, maar dan wel een paar meter dieper. We weten het niet zeker, want we hebben er nog nooit iets van teruggevonden. Zo omstreeks het jaar 1000 was Vlaardingen in ieder geval een echt dorp. Een groot dorp voor die tijd. Het lag ten noorden van de kerk, zo ongeveer waar nu de Hoogstraat ligt. De mensen hadden de grond daar een stuk opgehoogd om droog te zitten bij overstromingen. Archeologen hebben de afgelopen jaren met grondboren een heleboel kijkgaatjes gemaakt in het centrum van de stad. Ze bekijken de verschillende grondlagen en de stukjes steen- en aardewerk die ze met de boor naar boven halen. Zo komen ze meer te weten over de groei van Vlaardingen in de middeleeuwen. Dat is nog niet zo makkelijk. Er is hier veel gebeurd en het is allemaal erg lang geleden. Maar over de tijd rond het jaar 1000 weten we wat meer. In die tijd lag hier bij de kerk een begraafplaats. Honderden Vlaardingers zijn daar begraven. Hun skeletten en doodskisten kwamen voor de dag bij de opgravingen aan de markt. Hier zijn we in de Grote Kerk. En daar zijn ook opgravingen geweest. En daar vonden ze ook een doodskist, maar dan een hele mooie, van steen. De man die erin begraven lag, heette waarschijnlijk Titbald. Wij weten dat hij van de graaf van Holland de opdracht had gekregen om hier in Vlaardingen een prachtige nieuwe kerk te bouwen. De grootste van heel Holland. Maar Titbald kon zijn werk niet afmaken. Op 21 december 1163 kwam er een verschrikkelijke overstroming die een groot deel van Vlaardingen van de kaart veegde. Er werd niet verder gebouwd aan de Grote Kerk. De arme Titbald werd begraven in het stuk wat al af was. Hier in de kerk kun je zien hoe de kerk van Titbald door de eeuwen heen is gegroeid en veranderd. Steeds werd er iets bijgebouwd of gerepareerd. Zoals na een grote brand in 1574, toen alleen de toren overeind bleef staan. Die toren stond toen nog midden in de rest van de kerk. Hij werd afgebroken in 1743. En een jaar later bouwden ze deze toren naast de kerk. Die staat er nu nog steeds. Een oude toren op een nog veel ouder plekje van Vlaardingen.